En... Mijn leven vergallen was niet genoeg, hè? Begrijp je waarom ik niet wil dat jij je ermee bemoeit? Ze moest op zoek naar zichzelf. Hé, hey, vandaag. Waarom weet ik het niet? Vertrouwt je niet? Maar ik denk dat het iets met jou is. Ik denk dat ze jou niet vertrouwt. Ja, wij gaan samen een keer uit. Heb je gedronken? Je moet het echt niet pikken. En bovendien, het is gewoon diefstal. Oma! Oma, word wakker! Hou je nou, lievertje? Laura die heeft een paar studiedagen en de invaljuf is ziek. Dus nu hebben ze mij gevraagd of ik hier een paar ochtenden wil invallen. En ik heb hier vroeger ook al les gegeven, dus dat vond ik heel erg leuk. Ik heet Tessa. Hallo, juffie Tessa. Hi. Meisje met een vlechtje. Wij hebben een thema bedacht met sprookjes. Ja, dat had ik gehoord. Dat jullie sprookjes aan het verzinnen zijn zelf en dat jullie ze ook gaan opvoeren. Nou, dat klinkt heel goed. Weet je wat ik dan wel eens even wil weten? Wat jullie allemaal al bedacht hebben voor de sprookjes? Iemand, wie? Vertel. Jukkie. Ik en Liz zijn allebei prinsessen. En dan zien we Jessie J en Shakira. En dan hebben we een heel groot feest. En dat is jullie sprookje? Justin Bieber komt ook nog langs. Oké. Jij, mooie jongen daar? We hebben ook een ridderclub bedacht, maar daar mogen geen meisjes in. Jessie J, Shakira, die mogen ook niet komen? Nee! Nou, dat vind ik wel jammer hoor, voor die ridders. Maar goed, duidelijk. Laten we eens eventjes teruggaan naar het begin. Wat maakt nou een sprookje tot een sprookje? Gaan jullie even nadenken wat jullie allemaal weten van sprookjes die jullie al kennen? Dat de prinses altijd nog langer gelukkig leeft. Precies. Wat in het echte leven eigenlijk nooit gebeurt. Wat zeg je? Hè? Wat zeg je? Niks. Niks. Hoe was het gisteren met die kleintjes? Ja, heel verfrissend. Wat? Ik vond het echt heel fijn laatst. Bij die boom. Ja, dat zei je al. Ik heb heel erg nagedacht over...
over waar we het over hadden. En ja. Dus. Zullen we eten samen? Kan jij koken? Ja, ik kan koken. Zeg me wat je wilt. Italiaans, Thais, Marokkaans. Hm. Vrijdag? Nee, vrijdag kan ik niet. Ja. Ik heb een begrafenis. Ach, dierbaar iemand? Nee, niet echt. Mijn moeder. Jezus, Tessa. Huh? Gecondoleerd, hé. Nee, ik moet gaan. En waar ga je dan heen? En waarom? Nee. En dan ga jij even naar mij luisteren. Sorry, schat. Nee, ik beloof echt dat ik... Mieke, je wilt toch niet na 30 jaar huwelijk... Mieke... Ze zal zo wel komen, hoor. Wilden jullie grootmoeder gecremeerd worden of begraven? Dat weet ik niet. Zou ze het vergeten zijn? Weet ik niet. Het is echt heel raar de laatste tijd sinds oma is overleden. Raarder dan normaal. Ze heeft niet eens gehuild. De checklist, daar kunnen we alvast doorheen gaan. De muziek, de bloemen, rouwkaarten. En wat wilt u na de begrafenis? Koffie met cake of... Kurt Cobain. Wie zeg? Iets klassieks. Nou, ook goed. Hé, ik heb wat beters te doen. Hé, schat. Sorry. Dag. Excuses. Mevrouw Blom, gecondoleerd met uw moeder. Ja. Ja, dank u wel. We hadden het net over de muziek. Ah, oké. Mijn oma hield van het Ave Maria van Schubert. En wat waren de lievelingsbloemen van de overleden? Ach, geen idee. Doe maar rozen. Lelies. Oma hield van lelies. De kinderen wisten niet of er een crematie plaats zou vinden of een begrafenis. Moeten we dat nu beslissen? De rouwkaarten? Tante Gitta zit op de eerste vlucht terug. Maar ze wou alvast weten of er mensen zijn die nog wel uitnodigen die nog niet op de lijst staan. Oh, nou, Tante Gitta zal vast aan iedereen gedacht hebben, hoor. Oké, nou, wat fijn. Hé, ik ben weg. Oh. Ik ga ook. Oh. Sorry. Had uw moeder een uitvaartverzekering? Ik weet het echt niet. Ik denk het. Je moet een kist uitzoeken, mam. Ja. Zullen we? Thank you.
Waarom ben jij helemaal niet verdrietig? Je zegt er helemaal niks over. Je vertelt niks. Ik weet helemaal niks van vroeger. Ik heb geen behoefte om erover te praten. Maar ik wel. Ben je nou verdrietig omdat zij dood is of omdat ik niet verdrietig ben? Ik weet niet wat oma je allemaal verteld heeft, maar het was vroeger niet bepaald een feestje bij ons thuis. Ja, maar dat is het ook niet altijd met jou. Misschien niet, maar ik ben er wel. En jullie kunnen altijd met alles bij me terecht. Ik doe mijn best. En ik hou van jullie. Maar oma hield ook echt van jou. Nee. Tessa? Nee. Tessa. Je was niet zoveel op school, hè, de laatste tijd. Ik zag je ook niet tijdens de lunch in de leraarkamer. Nee, ik val in op de lagere school. Ik kan alleen even wat halen. Oh, ja. Gaat het over Jasper? Nee, tenminste, nou ja, het gaat goed met Jasper, ja. Ja, ik heb een paar gesprekken met hem gehad en het helpt hem hoor om zijn hart te luchten. Dat doen pubers nou eenmaal vaker bij een vreemde, hoor. En wat mijn diagnose betreft over een eventuele dwangneurose bij hem, die heb ik wellicht wat te overhaast getrokken. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat was het. Nee, eigenlijk niet. Wat jij laat zei, hè, over dat samen uitgaan, dat jij zei dat wij samen eens moesten uitgaan. Schrik dat? Ja. Dat wij samen uit moesten gaan? Ja? Het hoeft niet. Maar ik dacht... Jij dacht wat? Ik weet niet. Nou, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat jij zo voor je zag als wij samen gingen stappen. Nou ja, ik dacht van dat we misschien dan wat konden gaan drinken... en dan samen naar de disco konden of zo. Gezellig. Ja. Zouden ze natuurlijk ook kunnen gaan bezatten. Voetjes van de vloer, pilletje erin, jointje erbij... Achter de man aan? Ik gebruik geen drugs. Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook heel verstandig. Je hebt het honger over, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Laten wij eens wat regels gaan bedenken waar sprookjes aan moeten voldoen. Spider-Man. Er moet een held zijn. Heel goed. En wie zou dat kunnen zijn? Spider-Man. Sprookjes zijn eigenlijk meer uit de tijd van voordat er tv was. Dus ik zoek eigenlijk meer een beetje ouderwetse helden. Kani. Een prins. Prins, precies. Dus het zou een prins kunnen zijn. Het zou ook een ridder kunnen zijn. En we hebben een prinses nodig. Wat komt er nog meer heel erg veel voor in sprookjes? Liz. Slechterikken. Slechterikken. Juist. Een heks. Een heks. En er is nog iets heel belangrijks wat we nodig hebben. Een beloning. Iets wat de held echt heel graag wil hebben. Dus, we hebben de held, de prins. Dat is de protagonist. En dan hebben we ook de antagonist. En dan hebben we natuurlijk ook helpers. Nou, dan hebben we dus die beloning. En dan moeten we ook nog hebben een gever die beloning kan geven. En dat zou bijvoorbeeld de koning kunnen zijn. De held wil de beloning en die kan die krijgen van de koning. Maar de koning kan ook de antagonist zijn. En dan... Ik heb een veel beter idee. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gewoon helemaal zelf ons eigen sprookje bedenken. Ja! Yeah!
Stel je voor, ogen dicht, je staat op het toneel. En de gordijnen gaan open. Er was eens een prinses. Ik ben de mooie prinses. En die woonde in een prachtig paleis. Ik ben de koning. Hallo papa. Goed, we hebben een prinses en we hebben een koning. Wat hebben we nog meer nodig? Een koningin. Mag ik dat zijn? Weet je dat zeker? Ja, waarom niet? Kom maar. Ik ben een koningin. De prinses groeide op zonder zorgen in dat paleis. En het leek een heel gelukkig gezinnetje. Maar dat geluk duurde niet lang. Waarom niet? Omdat... Omdat wat? Omdat... Omdat de koning niet echt een aardige koning was. Waarom niet? Hij was een slechte vader. Hij tiranniseerde alles. En hij had de koningin betoverd. En dat zei het prinsesje tegen de koningin, maar die wilde niet naar haar luisteren. Je liegt. En de prinses begreep niet waarom. Hoi. Ik heb je telefoongesprek afgeluisterd. En daarvoor wil ik je mijn excuses aanbieden. En ik wil ook nog zeggen dat het helpt als je... Ik weet niet hoe jij gehoord denkt te hebben, maar... het laatste waar ik op zit te wachten zijn jouw medelijdende, trouwe hondenogen. Laat me met rust. Hi. Hi. Barbara Welde. Oh. Lisbeth is overleden. Wie? Lisbeth, Tessa's moeder. Oh. Dan zullen we dus naar de begrafenis moeten. Ja. Ja, dat kunnen we waarschijnlijk niet onderuit, nee. Wanneer? Vrijdag. Vrijdag? Ja? Nee, vrijdag gaat niet. Vrijdag is die kunstbeurs. Maar het is 's ochtends. Maar daarna zijn er altijd weer condoleances en zo. En het duurt altijd weer langer dan verwacht. Ik heb 2 kaarten. Sjoe, we hebben het over een begrafenis. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Oh, trouwens, ik ken die Lisbeth niet eens. Oh, beetje fris. Het gaat bij een begrafenis niet om de overledene. Het gaat om de nabestaanden. Ja. Zo, allemaal. Waar waren we gebleven? Bij de koningin die nu wou luisteren naar de prinses. Precies. En de prinses... die vond haar vader niet zo heel erg lief. En ze had al een tijdje het gevoel dat er iets niet helemaal klopte. Dus op een dag, toen de koning een dutje aan het doen was, sloop ze bij hem naar binnen en toen zag ze het. De koning was een heel groot, harig monster! Ze rennen naar de koningin om te vertellen, de koning is een monster! En wat deed de koningin toen? Die zei dat ze een leugenaar was. Nee! Ja, die zei dat ze dat allemaal uit de kleine duimpje had gezogen. En toen? Toen kregen de koning en de koningin steeds meer ruzie. En ruzie.
En op een dag verdween de koning. En hij kwam nooit meer terug. En de koningin was woedend, maar ze gaf ook de prinses de schuld. En ze sprak een vloek over haar uit. Die vloek betekende dat elke keer als de prinses haar mond open zou doen om iets te zeggen, er geen woorden uit haar mond zouden komen, maar... Kikkers! Sorry, dat vind ik echt te vies. Stel je voor dat ik prinses ben, ja? Lieve koningin, de koning is echt... Wat gebeurde er toen? De prinses besloot om niks meer te zeggen. Tegen helemaal niemand. En de koningin, die best wel wist dat de prinses gelijk had... Die was zo verdrietig omdat de koning was verdwenen. En uiteindelijk vertrok de koningin. Ging ze weg? Ja, ze verhuisde. Waarom? Dat is een hele goede vraag. Waarom vertrok de koningin? Ik weet het niet. Maar ze ging echt. Ik vind er helemaal geen bal aan. Ik vind het draad van. De koningin liet haar dochter in de steek. Ging iemand de prinses helpen? De prinses was niet te helpen. Maar je zei toch dat er ooit een helper was? Ja. Dat is waar. Kan iemand mij alsjeblieft helpen? Ridders en soldaten kwamen naar het hof van de prinses. Maar de prinses stuurde ze steeds opnieuw weg. Omdat... elke keer dat ze haar mond opendeed. Sorry. Sorry, ik kan er echt niks aan doen. Het komt door mijn moeder. De prinses verloor alle hoop. Zal er ooit, ooit, ooit nog iemand van mij houden? Maar toen, op een dag... Hoi. Hoi. Zijn dit jouw kikkers? Hoe heet die prins? Hij... Hij heette Tom. Prins Tom? En leef ze toen nog lang en gelukkig? Ja, ik heb het gehoord van je moeder. Gecondoleerd. Dank je. Als je wilt huilen, dan moet je huilen, hè? Echt. Dat helpt. Het is fijn, Hanneke, maar ik heb echt geen behoefte aan. Heb ik je wel eens verteld dat ik enorm gefascineerd ben door de Syrische geschiedenis? Ja. Ja. Oh. In Syrië had je namelijk de eerste rouwdragers. En zij waren ervan overtuigd dat onderdrukt verdriet, dat in je nestelt als een demon. En dat het je uiteindelijk van binnenuit opeet. En wat ik bedoel te zeggen is dat rouwen is belangrijk. En als je iemand nodig hebt, dan ben ik er voor je. Praten helpt. Echt. Ja, misschien heb je gelijk.
blijf nog even werken, maar ga jij maar vast hoor. Er zat niemand, dus ik ben gewoon... Hé? Hey. Wat brengt jou hier? Weet ik niet. Yes. Hele oude pot. Spijt me van je moeder. Ja. Heel veel mensen vinden het erg. Iedereen eigenlijk. Behalve ik. Het heeft geen zin om je schuldig te voelen over wat je wel of niet voelt. Je vindt het erg. Of niet. Ja, maar iedereen verwacht dat ik verdrietig ben. Kan je over het algemeen toch vrij weinig schelen wat de mensen van je verwachten? Vind jij dat ik het zou moeten zijn? Wat? Verdrietig? Jij kent haar van vroeger. Ja, ik herinner me haar vooral als kinderlijk en ijdel. Maar... Dat is al zo lang geleden, Tessa. Get over it. Als je al weet wat ik ga zeggen, dan moet je dat gesprek lekker in je eentje gaan voeren. En? Wacht Juliette thuis met de piepers op tafel? Ja. Ja, natuurlijk. Maar ik kan haar bellen. Om te zeggen dat het laat wordt vandaag. Ja, ik kreeg 6 punten vorig jaar. Nee! Ik maak 5 punten. Oh, wacht even. Ik ga het doen. Ja, is goed. Tot morgen. Heb je eigenlijk ooit les? Nee, alleen maar feestjes. Oké. What up? Mijn oom is overleden. Het lijkt net alsof mijn moeder helemaal niks kan schelen. Mm. Wat? We mogen ineens geen handjes meer vasthouden. Jawel, maar... Jij bent bang en je laat je de wet voorschrijven. Kom, ik heb een idee. Zullen misschien wat mensen provoceren? Of mensen gaan, weet ik veel, raar naar ons kijken? Of misschien wat roepen? Maar dat moet je gewoon negeren, oké? Ja. Mij maakt het er niet zoveel uit. Nou, zie je? Wat? Jij vindt toch dat ik trouw moet zijn aan mezelf? Ja, ja, tuurlijk. Oké. Ik ben verliefd op iemand anders. Zit je lekker te zitten? Of wacht je op iemand? Nee, gewoon. Ik zit gewoon lekker te zitten.
Wat wil je het vragen? Jij gaat veel met Tessa om, toch? Ik zag jullie net praten. En op de een of andere manier sluit je zichzelf heel erg af voor mij. Mm-hmm. Jullie zijn vrij close. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ik zou je dat willen vragen, maar... Oh, ja. Nou, Tessa en ik, wij... Jullie doen het af en toe met elkaar. Ja, dat weet iedereen, toch? Ja. Ja, ja, dat, het is ook helemaal geen geheim of zo. Maar er is heel veel afstand de laatste tijd. En nu ook zeker met haar moeder. Ja. Ik zie dat ze het heel erg moeilijk mee heeft. Mm-hmm. Maar ze doet zo stoer. Ik heb tegen haar gezegd dat... Anneke? Praat ze wel eens over mij? Over de gevoelens die ze heeft voor mij? Nee, maar dat zegt niks, hè? Het zijn er andere mannen. Niet dat ik weet. Ralf, jij moet haar strenger aanpakken. Jij moet zeggen wat je denkt. En wat je voelt. En wat je wil. Ja. Ja. Ik moet gaan. Je moet naar huis. Ik vind het leuk om je te zien, om met je te praten. Ik kom onverwacht binnenvallen, ik drink al je port op en ik tetter over mijn dode moeder en dat vind jij leuk. Ga je weer? Wat ga ik weer? Voor andere mensen bepalen of ze wel of niet bij jou moeten willen zijn. Ga zitten. Is er niemand die op jou zit te wachten? Nou, mijn kinderen moet je betalen om met mij in dezelfde ruimte te zijn. Ze haten me. Ja, ze haten je en ze houden van je. Dat effect heb jij op mensen. Ze haten je een beetje en ze houden veel van je. Daar is je vrouw het vast niet mee eens. Ja, zij is jaloers. Waarom zou ze jaloers moeten zijn? Zij is met jou getrouwd. Maar jij bent Tessa. En Tessa is... Tessa. Ik val in op een lagere school. En dan ben ik met de kinderen een spookje aan het verzinnen. De prinses heeft net de prins ontmoet. Oh ja. En? Leven ze nog lang en gelukkig? Dat weet ik nog niet. Hey. Hi. Hoe gaat het? Goed. Heel goed.
Ik ben onderweg naar mijn kleintjes. Moet je niet naar begrafenis? Tess, het is je moeder, hè? Wees gewoon blij dat je geen vervanging voor me hoeft te regelen vanmiddag, oké? Nee, dat is helemaal niet oké. Jij rent weg van alles wat moeilijk is en te dichtbij komt. Waarom? Waar ben je bang voor? Ik probeer jou te helpen, hè? Ik probeer... Heb ik om hulp gevraagd? Nee. Dus laat me door, want ik moet een sprookje Tessa, afmaken. Tessa, ik... Ralf, please. Dus, onze prinses had haar prins gevonden en een tijdje lang waren ze heel gelukkig. Je bent de liefste prinses van de wereld. En jij de liefste prins. Tot plotseling de koningin terugkwam. Mama, wat was je al die tijd geweest? Ik was op reis om mezelf te verwezenlijken. Wat bedoelt ze daarmee? Dat is iets wat volwassenen zeggen als ze alleen maar aan zichzelf denken. En als volwassenen alleen maar aan zichzelf denken, dan worden hun kinderen boos. Net als onze prinses. Alleen de prinses die werd kwaad op de verkeerde. En ze stuurde de prins weg. Ga weg, stomme prins. Maar ik wil alleen maar bij jou zijn. Dat denk je maar. Ja, maar... En dat was het einde van ons sprookje. Waarom ging de prins niet gewoon met de prinses trouwen? Dat wou hij toch? De koning had haar toch in de steek gelaten. En haar moeder hield niet meer van haar. Dus ze dacht, ik ga de prins maar wegsturen. Omdat ze gewoon heel erg bang was. Gezien. Ze komt echt wel, hè? Rieke, heb je wat gehoord van mam? Wat denk je zelf? Godverdomme. Kom je, liefje? Kom zo. Is het wel weer goed gemaakt? Nee. Waarom niet? Ja, dus is het echt geen goed einde. Ik was toch teruggekomen om het goed te maken? Ja. Ja, man. Ja. Oké. Oké. Ik herinner me haar wel als echt een hele lieve, zorgzame moeder. Ze was een fantastische oma voor jou ook, toch? Maar Tessa was gewoon echt een dwars kind, een dwarse puber. Altijd moeilijk doen, alles altijd anders. En nu ook weer. Dat is echt... En? Nog steeds niks. Oh, mijn god, ik trek die git echt geen seconde langer. Mama is erg, maar zij is echt nog veel erger. Heb je er gebeld? Ze neemt niet op. Jongens, gênant dit. Ja. Ja, ik ken Tessa echt niet anders hoor. Ze is onderweg. Nou, gelukkig maar dat mama dit niet hoeft mee te maken. Dat is het enige pluspuntje. Ik ga even buiten kijken.
Het is wetenschappelijk bewezen dat chocola helpt bij verdriet. Vetzuren verminderen negatieve emoties. En van chocola ga je het stofje fenylethylamine aanmaken. En daardoor ga je je prettiger voelen. Maar praten helpt ook. Dus als ik wat voor je kan doen, dan hoor ik dat graag. Hoi. Kan jij vanmiddag mijn klas overnemen? Ja. Ja. Waarom? Ik ga naar de begrafenis. Dankjewel, hè. We zijn hier tezamen om afscheid te nemen van Lisbeth Kronenberg. De moeder van Gitta en Tessa en de weduwe van Herman. Dat Lisbeth niet meer onder ons is, dat we haar nooit meer zullen zien en horen lachen en praten, dat is... Dat is nauwelijks voorstelbaar. Ze blijft voor altijd in onze herinnering en in ons hart. We zullen haar missen. Laten we samen zingen. Doe jij het met iemand anders? Nee, ik kan zo niet doorgaan. Wat is er aan de hand? Het gaat over Tessa. Ga zitten. Je hebt tegen mij gelogen. Ja, ik wil echt niet worden zoals jij. Ja? Thank you.